Sander, het is een voetbalcliché na een 1-1 gelijkspel, maar is dit nou juist een uitslag die voelt als een overwinning? Ja, dat denk ik wel. Feyenoord een topclub is ook wel gebleken dit seizoen. En ja, voor ons is dit gewoon een extra puntje en uiteindelijk wel verdiend. Op welk moment in de wedstrijd heb je het idee, hey, wij gaan hier wat halen vanmiddag? Nou, van onze eerste 20 minuten, 25 minuten behoorlijk zwak eigenlijk. En, we waren niet scherp, niet goed in de duels. We lieten een beetje over ons heen lopen. Maar daarna hebben we eigenlijk elk moment het gevoel gehad dat we hier gewoon punten zouden kunnen halen. En dat was in de rust eigenlijk ook het geval. En... Zelfs meer dan één? Nou, toen de 1-1 viel, toen had ik wel zoiets van, nou, misschien breekt er nu wat bij hun. En, maar ja, zij kwamen eigenlijk weer juist wat op en we kwamen onder druk te staan. En toen zijn we daarna eigenlijk niet meer uit geweest. Maar natuurlijk, je hoopt nog net op dat ene countertje dat je 2-1 kan maken. Maar die is helaas niet geworden, maar je mag gewoon blij zijn met een punt. Jij maakt de goal. Heb je ooit een treffer gemaakt waarbij je zo vrij richting de goal mag en nauwelijks wordt lastiggevallen door een tegenstander? Ja, ik moet zeggen, ik schrok er wel een beetje van. Ik verover hem volgens mij op het middenveld. En ja, ik doe of ik hem naar rechts speel, ik sleep hem mee. En de centrale verdedigers die bleven maar achteruit lopen. Ik denk, ja, dan kun je beter gewoon doorlopen. En toen was ik op 16 meter en dan is het hoekje uitzoeken. Ja, daar had je ook echt alle tijd voor. Ja, daarom. Dus ik stond eigenlijk te kijken dat ik zoveel ruimte had. Maar ja, ik vond het wel prima. Het wordt uiteindelijk 1-1. Toch moet je met RKC naar beneden blijven kijken. De degradatiezorgen zijn er al niet voorbij. AZ wint vandaag ruim. Dit lijkt me dan toch wel even een opsteker. Ja, zeker een opsteker. We hebben nog 4 zware wedstrijden, waarvan 3 uit. En we hebben de laatste 5 wedstrijden volgens mij maar 1 keer verloren. Dus nou, we zijn de weg omhoog weer ingeslagen. En ik ga er gewoon vanuit dat wij ons gewoon rechtstreeks gaan handhaven. Want we doen het gewoon de laatste tijd goed. Dus ik zou geen reden kunnen verzinnen dat ons dat niet gaat lukken. Oké, goal getter Duits. Sorry? Goal getter Duits. Ja, het werd wel een keer tijd, hè?